ben hier met Janna en met Vincent. En zij gaan zoiets heel bijzonders doen, want wij gaan naar... het hotel van het Nederlands elftal. Voor de kids persconferentie met Bert van Marwijk. Waar jullie de vragen mogen stellen. Hey Janna, weet je al wat je gaat vragen? Ja, ik heb al een heel lijstje. Oh, nou vertel eens. Of ik een keer naast hem op de reservebank mag zitten. Hey Vincent, wat wil jij nog vragen? Of de bondscoach een gelukspoppetje bij zich heeft. Goedemiddag, jullie komen voor de persconferentie. Janna, alsjeblieft. Dankjewel. Vincent. Dankjewel. Deze moeten jullie heel de middag omhouden. Dus de persconferentie op de eerste etage. Okay. Naar de eerste, wij gaan naar de eerste. Doei doei. Doeg. Hier naar links volgens mij. Oh wacht, ik zie allemaal bordjes hier, kijk. Hey Vincent, jij staat er al tussen. Janna moet er ook tussen staan. Ja hoor, Janna staat er ook tussen. Ik zit achter in de zaal. En ik ga jullie steun geven vanuit achter in de zaal. Ja. Hey, succes. Okay. Van harte welkom bij deze jaarlijkse persconferentie. De zogenaamde Kids-persconferentie van de KNVB. Het jaarlijkse hoogtepunt voor ons. Ik ben heel nieuwsgierig. En de man die ook nieuwsgierig is, is de bondscoach, meneer Bert van Marwijk. Draagt u iets bij u wat geluk brengt tijdens de wedstrijd? Nee. Ik ben best wel... bijgelovig geweest, zeker in de tijd dat ik zelf nog voetbalde. Maar dat is zoveel minder geworden. Wat vindt u de leukste tegenstander voor een Nederlands elftal? Ja, dan zou je eigenlijk zeggen een tegenstander waar je van tevoren al bijna weet dat je hem kan winnen. Maar dat zijn gewoon de grote voetballanders. Heb je een vraag voor de bondscoach, Timo? Volgens mij stellen Janna en Vincent echt hele goede vragen. Wat vindt u het leukste wat hij als trainer heeft meegemaakt? Er zijn een aantal hele mooie momenten, zoals met Feyenoord de UEFA Cup winnen. Ja, natuurlijk het WK, de tweede plaats, maar ook de wedstrijd tegen Brazilië. Maar wat ik ook nog steeds heel mooi vind, dat was de tijd dat ik zelf trainer was van amateurclubs. Zou ik een keertje naast u mogen zitten in het duck-out? U zult van mij geen last hebben. Nou, wat mij betreft mag dat wel, maar dat gaat nou helemaal niet. Bent u wel eens zenuwachtig en hoe lost u dat op? Ik ben best wel eens zenuwachtig. En ik ben natuurlijk ook wel gespannen, wat ik er straks al zei, voor een wedstrijd. Dat hoort er ook bij, want dat brengt ook het beste in je boven. Je moet alleen niet te gespannen zijn, want dan mis je uiteindelijk het overzicht.